Het is 4 uur. We gaan beginnen met de 5G Masterclass Hype versus Werkelijkheid. Welkom iedereen in deze 5G Masterclass. Mijn naam is Peter Raken. Ik ben de programmamanager van de Proeftuin 5 Groningen. Een omgeving in Noord-Nederland waarin wij allerlei testen en ontwikkelingen doen van nieuwe innovaties in combinatie met 5G. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie ook in zo grote getale deelnemen aan deze 5G Masterclass. En we denken dat we een heel interessant programma voor jullie hebben om vandaag weer eens even te kijken van waar staan we nu met 5G. 5G staat nu ook aan bij alle drie operators. Hè. KPN, T-Mobile, Vodafone hebben 5G ook echt operationeel sinds een halfjaartje. We gaan nu eens even kijken wat 5G te bieden heeft, wat het ook alweer allemaal is. We hebben vanmiddag twee sprekers. Voordat ik die ga introduceren, ga ik jullie eerst even een paar huishoudelijke dingen meegeven. In eerste plaats, de interactie willen we graag doen via de chat. En de chatfunctie die zit verborgen achter de roze of paarse knop rechtsonder in je beeld. Die kun je dus gebruiken om vragen te stellen en we proberen ook alle vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Zoals gezegd, twee sprekers. In eerste plaats Floris den Drijver van TNO. Die gaat ons wat meer vertellen over 5G, wat is het precies, wat kun je ermee en ook waar staan we? En dus eigenlijk even de basics weer van 5G. En daarnaast Jos Bredek van de Hans Hogeschool, die ons wat meer meeneemt in de wereld van toepassingen met 5G, die een aantal hele interessante toepassingen ook demonstreert en met ons deelt. Het is de bedoeling dat beide sprekers ongeveer 15 à 20 minuten spreken, waarna we dus elke spreker afronden met 5 minuten vragen. Die kun je dus stellen in de chat en die gaan we zoveel mogelijk proberen te behandelen. En daarna gaan we de tweede spreker doen. En aan het eind van de masterclass is er nog ruimte voor afrondende vragen of opmerkingen. Oké, laten we beginnen met de introductie van Floris. Floris is research scientist binnen TNO, binnen de networks afdeling van TNO. Hij houdt zich daar bezig met 5G, IoT, cloud en ad hoc netwerken. Hij is ook betrokken als system integrator bij verschillende field labs die TNO in samenwerking met verschillende partijen ontwerpt. Waaronder ook het field lab 5 Groningen. Daarbij is hij vooral bezig met nieuwe 5G technieken die in het testbed van 5G van TNO worden ontwikkeld. Daarnaast is Floris ook actief binnen de 5G standaardisatiegroep SA5 van de 3GPP. En hij is daar onder andere betrokken bij de studie naar integratie van satellietnetwerken in 5G. Floris, ik geef jou de vloer. Succes! Ja, bedankt Peter. Ik ga eventjes de slides delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Nou, nogmaals Peter, bedankt voor de introductie. Het eerste deel is inderdaad de basics van 5G. Wat is het nou eigenlijk ook alweer? Wat is precies de hype en wat is nou eigenlijk precies allemaal daadwerkelijk te gebruiken? En in een paar slides, dus inderdaad 15 tot 20 minuten, probeer ik jullie daarbij te updaten. Dan even kort, Peter heeft het al gedaan, maar nog even kort over mij. Wie ben ik? Meestal al verteld, is achtergrond in electrical engineering. Dus druk met de field labs van TNO, waarbij 5 Groningen een van de grotere field labs is. En wat ik hier verder nog wil benadrukken is dat het mooie van TNO is dat wij dus veel natuurlijk papierwerk moeten doen, maar eigenlijk ook heel veel hands-on werk mogen doen. Dus rechts op het plaatje zie je dat ik druk bezig ben met een collega om aan een 5G-mast te werken, die wij ergens op een weg in Nederland hebben. En in de dagelijkse praktijk zijn we bijvoorbeeld ook druk met computers waar wel 18 of 20 antennetjes op zitten voor allerlei testen. Dan zijn we druk met allerlei cloud-attributen. Onze cloud, onze research cloud bijvoorbeeld. En dat is altijd een mooie afwisseling van beide. Dan. Kijken. Ja. 5G, de hype. 5G is geweldig, toch? Ja, 5G is geweldig. En volgens sommigen is het inderdaad de oplossing voor echt alles. Wat je vaak ziet in de media is mooie plaatjes van 5G en vliegende logo's en lichtjes en wolkenkrabbers. Allemaal erg spectaculair, met spectaculaire snelheden die te halen zijn. Je hoort vaak de woorden IoT, dus het internet of things.
of het internet der dingen. En het liefst altijd ook nog een robot die mooie kunstjes aan het doen is in een soort cyberfilmachtige context. Wat is hier nou precies van waar? En wat kunnen we nu eigenlijk doen met 5G? Dat probeer ik nu in deze presentatie duidelijk te maken. Waar staat het eigenlijk voor? Ik heb de meest bijzondere dingen gehoord. Het staat voor 5 gigahertz. Ja, voor de 5G's, een soort van de 3G's, maar dan van 5G, nee. Of 5G's achter elkaar. Nee, het is de vijfde generatie. Het is de vijfde generatie van mobiele netwerk. En dat is logisch te zien door even terug te kijken. Hoe was het ook alweer? Hoe is ook alweer mobiele communicatie ooit begonnen? In de jaren 80 begonnen we met analoge communicatie, analoge spraak. Via autotelefoons of met grote bakbeesten waar je dus in ieder geval wel mee kon bellen. Erg draagbaar was het allemaal nog niet. En in de jaren 90 kwam er eigenlijk verandering in. Toen kregen we het Nokia-tijdperk, de opkomst van de kleine draagbare telefoon die je gemakkelijk kon meenemen. En die eigenlijk een revolutie heeft veroorzaakt, waarbij iedereen zo'n ding had. Toen in het jaar 2000 kwam natuurlijk 3G. 3G of UMTS. We hebben ook nog zaken gehad als iMode. Allerlei mooie technieken die voor het eerst eigenlijk internet brachten naar je telefoon. Dus waar je vroeger vooral natuurlijk kon bellen en sms'en, kon je opeens ook webpagina's bekijken. Je kon mobiele webpagina's bekijken, je kon even snel de treintijden opzoeken van een treinstation van even vlakbij in de buurt. Je kon beperkt wat filmpjes kijken. En daar bracht 4G weer verandering in. Door echt de opkomst van acceptabele internetsnelheden op jouw telefoon. Je kon fatsoenlijk filmpjes kijken, je kon YouTube-video's kun je kijken. Natuurlijk de opkomst van WhatsApp, het makkelijk delen van video's met anderen of van bestanden. En uiteindelijk kwam daar in 2020 dus 5G bij, dus de Enhanced Broadband. En 5G, net als met 4G, met 5G, eigenlijk de toepassingen lijken nu nog eindeloos, omdat ook zoals in 4G, niemand had verwacht, denk ik, dat met 4G een van de toepassingen zou zijn dat iemand bij een demonstratie zou livestreamen op Facebook en dat iedereen ernaar zou gaan zitten kijken. Nou, dat idee hebben we ook met 5G. De techniek is er. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden die dat biedt. En nu zijn we dus op het punt gekomen dat we daar goede, mooie toepassingen voor moeten verzinnen die ook echt wat bijdragen. Als we vervolgens kijken van 5G, het is dus de vijfde generatie. Wat is nou de toegevoegde waarde van 5G? Wat zijn nou de speerpunten van 5G? Wat je dan vaak ziet, is dat er dan teruggepakt wordt op de 5G-driehoek. Waarbij dus drie belangrijke onderdelen van 5G altijd uitgelicht worden. De eerste is supersnelle downloads en uploads. Dat noemen we ook wel in het Engels EMBB, Enhanced Mobile Broadband. Dus dat is eigenlijk gewoon weer hetzelfde als wat we zagen van 3G naar 4G. Dus nog weer sneller kunnen downloaden, nog weer sneller kunnen uploaden. Voorbeeldje daarvan, als jij een filmpje hebt gemaakt met je telefoon en je wil dat uploaden, bijvoorbeeld in WhatsApp, dan zie je altijd eventjes dat groene balkje even bezig is om dat het netwerk in te krijgen. Met 5G gaat dat weer wat sneller. De tweede pijler is eigenlijk dat 5G betrouwbaardere netwerken moet gaan opleveren met een snellere reactietijd, latency in het Engels. En dat wordt ook wel ultra reliable low latency communications genoemd. En de toepassing daarvan is eigenlijk toepassing van mobiele netwerken in belangrijke kritische systemen. Bijvoorbeeld in het plaatje in zelfrijdende auto's. Je kunt je voorstellen dat als jij een auto hebt die zelf rijdt, dat je wil dat die auto fatsoenlijk, betrouwbaar en snel kan communiceren met andere auto's op de weg. Anders kunnen de meest interessante, laat ik het zo zeggen, zaken gebeuren tussen verschillende auto's. Maar 5G zou dat moeten gaan bieden. En de laatste pijler is de grootschalige toepassing van slimme apparaten. Dus het Internet of Things. Wat is dat nou, een slim apparaat? Dat kan van alles zijn. Het is altijd een beetje grappig gezegd van zelfs mijn koelkast en mijn vaatwasser die zijn verbonden met internet. Je kunt er ook misschien iets nuttigere variant van bedenken. Bijvoorbeeld wat onlangs OV-fiets heeft gedaan, dus de NS, dat je dus niet meer moet rommelen met sleuteltjes, maar dat je met je open chipkaart tegen je fietsslot aan kan houden. En dat vervolgens alle transacties worden afgehandeld en opeens het fietsslot open gaat.
die grootschalige toepassing, dat er niet één fiets is, maar echt duizenden fietsen op een kleine oppervlakte. Nou, ook dat zou 5G, daar zou het bij moeten kunnen helpen. Daar zou het in ieder geval ondersteuning voor moeten bieden. Als we vervolgens kijken van, we hebben die speerpunten, we weten dus hoe de geschiedenis zit. Hoe is zo'n 5G-netwerk dan eigenlijk opgebouwd? Nou, het begint altijd natuurlijk met je smartphone of een ander apparaat wat een 5G-modem heeft, die verbinding legt met een mast, met een antenne. En die antenne die zie je wel vaak, als je erop let, zie je ze best regelmatig tegenwoordig op daken van gebouwen in de stad. Of op hele hoge pijlers of hoge torens langs de snelweg. En dat is eigenlijk, je telefoon communiceert altijd met zo'n mast. En daar eindigt eigenlijk het radiodeel. Vervolgens wordt dat omgezet. Wordt dat verkeer eigenlijk via glasvezels het netwerk ingeleid. Je ziet dus ook soms, zoals je ziet in het bovenste gedeelte van het plaatje, dat zelfs soms masten, oftewel GNOBs in 5G-taal genoemd, zelfs met straalverbindingen aan elkaar verbonden zijn. Maar vrij normaal is dat er inderdaad dat een mast een glasvezel heeft. Je kunt bijvoorbeeld ook glasvezel internet krijgen, maar dat idee is dat. Die glasvezels die zijn verbonden met een transportnetwerk. En in dat transportnetwerk wordt op een slimme manier worden dus al die masten samengevoegd. Al het verkeer uit die masten. En dat wordt uiteindelijk naar een 5G-core-netwerk geleid. En dat 5G-core-netwerk, dat kun je vinden. Dat hebben de KPN's, de T-Mobile's, de Vodafone's van deze wereld. Die hebben dat vaak in een datacenter staan. Ze kunnen eigen datacenters zijn. Maar helemaal hip is natuurlijk als het bij een cloud provider staat. En die 5G-core-netwerk is eigenlijk verantwoordelijk om het verkeer, bijvoorbeeld het internet op te krijgen. Bijvoorbeeld als je nu.nl wil lezen, gaat dat gewoon rechtstreeks het internet op. Maar in het 5G-core-netwerk zitten ook zaken als facturatie. Als jij dus een databundel hebt, dan moet het core-netwerk ook bijhouden hoeveel data je hebt gebruikt en hoeveel er gefactureerd moet worden. Dus het is een behoorlijk belangrijk onderdeel van het 5G-netwerk, is dat core-netwerk. En daar kun je ook allerlei slimme trucjes uithalen. En 5G staat dat ook weer toe. Dat je dus, er is een nieuwe radiotechniek, dus de masten zijn nieuw. Maar het core-netwerk, daar kun je ook een hele hoop interessante nieuwe optimalisaties doen, die ook mogelijk zijn. Vervolgens is het belangrijk om te onderscheiden dat eigenlijk van die 5G-bouwstenen, dat je daar twee varianten van 5G-netwerken van kan bouwen. De eerste die ik net heb laten zien, dat noem je een 5G-standalone-netwerk. En met een 5G-standalone-netwerk is de mast op het dak, maar ook het 5G-core-netwerk is volledig nieuw. Het maakt gebruik van nieuwe techniek. Dus de 5G-mast is nieuw en het core-netwerk is nieuw. En je kunt wel voorzien dat dat natuurlijk wat investering vereist. Je moet opeens nieuwe masten gaan plaatsen, je moet investeren in een nieuw core-netwerk, je moet servers kopen en dat is allemaal gedoe. Dus wat daar uiteindelijk als oplossing voor gevonden is, in ieder geval voor de komende periode, de overgangsperiode, ook 5G non-standalone aan te gaan bieden. En wat je hier ook ziet, is in non-standalone is het core-netwerk nog gewoon 4G. Je telefoon verbindt met 4G, maar merkt tegelijkertijd dat er ook 5G aanwezig is. En schakelt op een hele slimme manier dan de 5G-verbinding ernaast. Dus eigenlijk kun je zeggen, dan heb je het beste van twee werelden. Waarbij je natuurlijk wel de 4G, of tenminste de core-netwerk verbeteringen, moet missen. Dus ja, het is een tussenstap, maar eigenlijk is het helemaal niet zo slecht een tussenstap. En ja, heeft het ook best wel een hele hoop voordelen. Dan hebben we dus net inderdaad gehad natuurlijk over de bouwstenen, hoe is het nou opgebouwd en wat heb je nou nodig? Nou, wat je vaak hoort over 5G is ja, die frequenties, die veilingen, het gaat enorm hoeveelheid gaat er geld in om. Maar wat is nou precies spectrum en waarom betalen al die grote partijen, de operators, nou zo ontzettend veel geld? Waarvoor is het nodig en waar komt het vandaan? Nou, als voorbeeld, wat we allemaal sowieso kennen, verwacht ik, is natuurlijk de autoradio. We zijn allemaal heel gewend om van FM-radio's gebruik te maken. Af te stemmen op een bepaald radiostation, dat gaat op een bepaalde frequentie. 103 FM, 101 FM, 101 MHz bijvoorbeeld. Dat idee is eigenlijk ook toe te passen op, tenminste, het is hetzelfde idee wat ook achter mobiele netwerken ligt. Dus je hebt verschillende kanalen, waar alle radiostations, in het geval van de FM-radio, eigen stukjes krijgen, waar ze op uit mogen zenden, die op zo'n manier aan elkaar getrokken zijn, dat ze onderling
zo min mogelijk of nauwelijks last van elkaar hebben. En dat moet je ook voor realiseren met mobiele netwerken. Je wil niet dat T-Mobile last heeft van KPN en andersom. Dus je moet dat op een nette manier verdelen. Nou, dat wordt uiteindelijk verkocht. De overheid is natuurlijk daar de partij van, die verkoopt Spectrum. En die verkoopt Spectrum en die heeft daar natuurlijk enorm veel baat bij. Als we even gaan kijken naar een voorbeeld. Wat we tegenwoordig veel doen natuurlijk, is kattenplaatjes versturen. Kattenvideo's, alles met katten. Hoe wordt dat nou opgeslagen? Nou, dat wordt altijd opgeslagen als een hele rij bits. Die hele rij bits, die wil je vervolgens versturen. En als jij een telefoon hebt en je hebt een mast, hoe krijg je daar nou informatieuitwisseling tussen? Ja, die engine-lulletjes die gaan niet op magische wijze door de lucht heen. Dan moet je iets slims op verzinnen. Nou, hoe je dat doet, dat is modulatie. Dus wat je doet, is die engine-lulletjes van net, die heb ik hier weer op rij gezet. Dit kan bijvoorbeeld een heel klein gedeelte van het kattenplaatje zijn. Dat kun je op verschillende manieren modelleren. Een van de simpelste varianten is, zoals hier weergegeven, dat heet amplitude shift keying. Dus wat je doet, als je een nulletje wil verzenden, stuur je niks. Wil je een 1 verzenden, stuur je een bepaalde toon. Als je vervolgens gaat kijken welke frequenties hier allemaal in zitten. Dus je kunt zo'n toon of zo'n signaal wat je ziet, kun je eigenlijk opbouwen uit allerlei verschillende subfrequenties. Kun je een spectrumplot maken. En wat je ziet is het signaaltje wat je hier links ziet, vertaald in een stukje spectrum wat gebruikt wordt voor het verzenden van dit signaal. En dan heb je dus ook zaken als bandbreedte wat je veel hoort, kilohertzen, dus trillingen per seconde, en centerfrequenties, bijvoorbeeld 3,5 gigahertz. Nou, wat je dus wil hebben is dat je dus als operator, of inderdaad het scenario van net met die radiostations, dat je zo'n stukje spectrum wat je daar gebruikt, dat je dat zelf mag gebruiken en dat je daar geen last hebt van andere partijen. In 5G, maar ook in LTE, heb je dus niet één zo'n signaaltje. Één zo'n nulletje met die eentjes, met die toontjes tussendoor. Maar heb je een heleboel. Je kunt het eigenlijk zien als een soort snelweg, waarbij je dus niet één rijstrook hebt, maar je hebt er een heleboel. En wat je doet, is dat spectrum, dat wil je vullen met meerdere van die subcarriers. Die samen uiteindelijk een grote carrier vullen. Hier is als voorbeeld, heb ik er 5 achter elkaar gepakt. Nou, dan heb je dus bijvoorbeeld 75 kHz. Hoe groter die datasnelheid die je wil hebben is. Dus eigenlijk, hoe meer, je kun je dus zeggen, van, nou, dan kun je dus bijvoorbeeld over die snelweg kun je sneller rijden. Of je zet meer rijstroken naast elkaar. Dat zorgt er altijd voor dat je meer spectrum nodig hebt. In 5G worden uiteindelijk al die hele kleine carriers, die subcarriers, tot maximaal 100 MHz samengevoegd. Dus het zijn vrij grote blokken. Je kunt ook kleinere blokjes nemen, bijvoorbeeld van 20 of 10 MHz. En meer carriers resulteert in een hogere capaciteit. Operators hebben dus frequentieruimte nodig om het beschikbaar te maken. En Agentschap Telecom is in Nederland daar de gezaghebbende organisatie. En die zorgt ervoor dat al die gebruikers niet onderling last van elkaar hebben en dat het netjes wordt geregeld. Nou, 5G heeft dus spectrum nodig, net als alle andere technieken. Dat moet wel beschikbaar zijn. Hier is een plaatje wederom van Agentschap Telecom, waarbij je ziet dat er een enorme hoeveelheid eigenlijk al gebruikt wordt aan bijvoorbeeld voor je magnetron, voor Bluetooth, voor alarmsystemen, voor RFID-tags, luchtvaartnavigatie. Dus het is altijd een enorme uitdaging om spectrum te vinden wat nog niet gebruikt is. Bijvoorbeeld voor oude technieken, zoals 4G of 3G, of voor al die andere toepassingen, wat we voor 5G kunnen inzetten. Nou, dat resulteert dus in die grote veilingen, hè? De jacht op nieuw spectrum. Die onlangs dus ook al heeft plaatsgevonden, gedeeltelijk. Daarvoor moet je eigenlijk kijken, wat zijn nou de belangrijkste frequentiebanden? Dus wat je net zag, hè, die combinatie van die losse gekleurde blokjes, die voor 5G geschikt zouden zijn. Nou, er zijn eigenlijk 3 banden voor geïdentificeerd. Eerst is de 700 MHz band, ook wel band N28 genoemd. En dat is vooral een dekkingsband, zoals dat heet. Dus wat je daar... Wat je daarvoor gebruikt, is dat je ervoor zorgt dat er goede 5G-dekking is, bijvoorbeeld in gebouwen of op plekken waar het lastig is om binnen te komen. Je kunt je ook voorstellen, bijvoorbeeld als je 's avonds in bed ligt en er is in de buurt een feestje met muziek, dan hoor je binnen alleen maar de lage tonen. Nou ja, dat effect zie je dus hier ook. Als je lagere frequenties hebt, dan propageren ze ook beter en dan hoor je ze ook beter bijvoorbeeld binnen in gebouwen.
Maar er is niet zoveel ruimte beschikbaar. Er is bijvoorbeeld maar ruimte voor 2 rijstroken op de 700 MHz band. Daarom is ook bedacht dat voor 5G dat er nog 2 andere belangrijke banden bij moeten komen. Dat is de 3,5 GHz band. Die biedt hogere snelheden en best een redelijke dekking. En de 26 GHz band, ook wel een millimeter wave genoemd. Er zijn gigantisch torenhoge snelheden mogelijk. Echt ontzettend grote snelheden. Maar ja, daar zit je dus heel erg hoog in dat spectrum. Dus daar is dekking een enorme uitdaging. Dus dan moet je bijvoorbeeld een hele hoop antennes neerzetten. Of alleen op bepaalde plekken antennes neerzetten. En je moet eigenlijk altijd slimme trucjes uithalen met je antenne om ervoor te zorgen dat je smartphone op een goede manier signaal binnenkrijgt. Frequenties worden verdeeld dus in een veiling. Onlangs is dus de zogenaamde multiband veiling geweest. Daar is 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz zijn daar geveild. Totale opbrengst was daar 1,2 miljard euro. Wat dus ontvangen is en betaald door Vodafone, T-Mobile en door KPN. In 2022 komt daar de 3,5 GHz veiling bij. Daar is over net, je zegt dus net, die 700 MHz veiling, die is dus inmiddels geveild en beschikbaar voor de operators. De band die vooral dekking biedt, niet zozeer snelheden. En later, na 2022, datum is nog niet precies bekend, komen daar ook dus de torenhoge snelhedenbanden bij, de 26 GHz, waar we echt een enorme vooruitgang zullen gaan zien in termen van bijvoorbeeld doorvoersnelheid. Wat kan ik nu al zelf met 5G? Ik heb toch al een jaar 5G? Nou, wat ik heb gedaan is even gekeken op antennebureau.nl, dat is ook een website van Agentschap Telecom, en antennekaart.nl. Dat is trouwens een tip, dat is van een hobbyist die een hele mooie manier kaarten heeft gemaakt van op basis van publieke informatie. Dan kun je bijvoorbeeld zien dat Vodafone heeft nu al 5G. En daar maken ze gebruik van een zogenaamde techniek die is, heet Dynamic Spectrum Sharing. En wat je daar doet, daar gebruik je eigenlijk bestaande 4G-frequenties, ook voor 5G. Dus als jij een 5G-telefoon hebt in de buurt van zo'n Dynamic Spectrum Sharing mast, en die mast ziet, oké, er zijn nu geen 4G-gebruikers. Ik kan het nu inzetten voor 5G, want ik zie een 5G-telefoon. Kan er op dynamische manier tijdelijk 5G gebruikt worden. Dat zie je ook in dit plaatje. Dus er is een vaste hoeveelheid beschikbaar. En je kunt dat vervolgens onder gaan verdelen op basis van gebruikers die in de buurt zijn. Het is normaal dus een 4G-band, maar met een slim trucje kun je dat tijdelijk ook reserveren voor 5G. APN, zoals het plaatje hier rechts te zien, heeft vooral ingezet op de 700 MHz band. Die Vodafone heeft ook 700 MHz spectrum gewonnen. Maar KPN zit vooral in op die 700 MHz band, dus een band N28, zoals je het plaatje ziet. En er zijn ook enkele sites op 2100 MHz, maar dat zijn er een heel klein aantal. Dus dat is wederom die 700 MHz dekkingsband. En bij T-Mobile is het ook het geval. Dus eigenlijk is dus de conclusie die we nu kunnen zien, is dat de 3 grote operators hebben allemaal spectrum verworven in de multiband veiling dit jaar. Maar het merendeel is niet, nou ja, de interessante veiling eigenlijk, die zit er nog aan te komen. Die komt in 2022. Daar komen grote hoeveelheden spectrum beschikbaar. En daar is niet alleen die dekkingsband die geveild wordt, maar ook die capaciteitsband die dus grotere doorvoersnelheden gaat bieden. De conclusie is dus eigenlijk, voor echt de grote klappers met 5G in het live netwerk van de grote operator moeten we nog even wachten. Je ziet natuurlijk al snelheidswinsten, omdat er zijn wat bandjes natuurlijk die erbij geschakeld worden naast 4G. Dus als je nu een 5G-telefoon koopt, dan heb je ook daadwerkelijk wel inderdaad prestatiewinst. Maar de echt interessante prestatiewinst, die zit er nog aan te komen. Die komt dus waarschijnlijk vanaf september 2022. 5 Groningen is al in het bezit van een 3,5 GHz licentie. Dus als je echt niet kan wachten, kun je altijd contact met 5 Groningen opnemen. Om alvast uit te gaan proberen en wat de proef op de zon te nemen om te kijken wat gaat het nou daadwerkelijk echt bieden. Nou, 1 minuut voor tijd ben ik nu, is het de laatste slide geweest. Dus wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. En is het denk ik tijd voor vragen. Dankjewel Floris. Mooi om nog even weer die wrap-up te zien van wat 5G te bieden heeft. Overigens wil ik wel even nog op jouw laatste opmerking over 5 Groningen beschikken over een 3,5 GHz licentie. Ja. Dat is wel een experimenteel licentie die we dus alleen mogen gebruiken voor experimenten en testen. En die dus ook alleen onder strikte voorwaarden mag worden gebruikt indoor, omdat die niet mag interfereren met buren. Dus dat even als aanvulling. Ik heb inderdaad een mooie aantal vragen voor jou, Floris. Dus ik ga ze even stuk voor stuk langs.
probeer puntig te antwoorden, dan kunnen we ze allemaal behandelen. Te beginnen, ja. Erwin van der Haar, die vraagt, frequentiespectrum aanvraag, vraag, is een 5G-device uit Europa ook in andere regionen te gebruiken? Dus in andere werelddelen, denk ik dat hij vermoedt. Nou, dan krijg je weer inderdaad op dat verhaal over die frequentiebanden. In principe is dat wel zo. Alleen moet je in het begin nog oppassen op de specificaties van die apparaten. Dus het is niet een gegeven dat een Amerikaanse telefoon ook in Nederland werkt. Oké. Okay. Dus dat, ja, dat is goed om daarop te letten. Ja, dus het zou kunnen, maar het is niet gegarandeerd. Dat is wat je zegt. Zeker. Ja. 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 Oké, okay, dankjewel. Dan heb ik een vraag van Sandra Belkom. Die vraagt, hoe is het 5G-netwerk? En dan tussen haakjes de bouwstenen daarvan anders dan 4G. Daarvan heb je de frequenties al toegelicht, maar misschien nog even antennes en core-netwerk. Ja, dus hoe is dat anders? In 5G maken we dus gebruik, inderdaad wat ik al vertelde, van andere frequentiebanden. Er is een efficiëntere manier bedacht om te modelleren. Dus je kunt efficiënter gebruik maken van dezelfde bandbreedte die je beschikbaar hebt. En in het core-netwerk zijn er allerlei nieuwe functionaliteiten, waarbij je voor bepaalde toepassingen bijvoorbeeld reserveringen kan plaatsen. Dus je kan zeggen, ik reserveer een bepaald deel van de capaciteit alleen maar voor deze toepassing. Bijvoorbeeld voor een ambulance die rondrijdt, bijvoorbeeld voor een bepaalde kritische toepassing, waarbij je dus echt garanties kan afdwingen over de service die je krijgt. En dat was niet zozeer het geval met 4G. Kortom mondig gezegd, je kunt daar inderdaad nog een uur verder over. Natuurlijk. Dankjewel. Dan heb ik een vraag van Ronald de Wild. Die vraagt, uit hoeveel antennemasten bestaat 5G ten opzichte van 4G? Dus hoe is de toename in procenten ten opzichte van 4G in Nederland? En hoe groot is de efficiëntieverbetering per 5G-zendmast ten opzichte van de 4G-zendmast? En dan ook nog de vraag, wat is het totale energieverbruik in Nederland? Wat je ervan kunt delen en wat je ervan weet, Floris? Ja. Nou, wat je dus ziet is inderdaad in die dekkingsbanden is het verschil niet zo groot. Dus ja, die hoef je niet zo heel vaak neer te zetten. Maar bij 3,5 gigahertz moet je wel echt wel een stukje meer masten neerzetten. Je moet het echt dichter op elkaar gaan zetten. Je hoeft ze over niet overal neer te zetten. Het gaat natuurlijk vooral om dat je ervoor zorgt dat je dekking hebt op plekken waar het druk is. Waar het goed gebruikt kan worden. Dus in de stad zul je dat meer zien. En als je dus inderdaad kijkt naar die millimeterwave banden. Dus echt die 26 gigahertz, dan zit je wel echt op het idee dat je dus bijvoorbeeld aan lantaarnpalen of meerdere masten op een druk gebied, bijvoorbeeld op de Dam in Amsterdam, meerdere masten zou moeten neerzetten. Daar is het echt een uitdaging om dat signaal op een goede manier bij je smartphone te krijgen. Dus inderdaad, wederom afhankelijk van, van de frequentieballen. Want je had zelf al genoemd het antennebureau van Agentschap Telecom. De vraag over hoeveel antennemassen er staan in Nederland, die kun je ook vinden op de website. Dat is voor iedereen misschien een soort antennebureau.nl. Er staan er nu ruim 15.000 antenneinstallaties in Nederland en dat zijn ongeveer 45.000 antennes. Dus per mast zijn het ongeveer 3 antennes gemiddeld. En ik heb van de belangenvereniging die namens de 3 operators optreedt, dat is Monet, begrepen dat het totaal aantal antennes voor 5G ongeveer 10% groei betekent ten opzichte van 4G. Dat is in ieder geval wat de verwachting is. En daar is denk ik nog niet gerekend met de 26 gigahertz band. Ja. Dan krijg ik nog een vraag van Ronald de Wild. Wat is de invloed van 5G radiofrequenties op biologisch weefsel en de gezondheid? Ik weet niet of je daar ook deskundig op bent, Floris? Nee, daar ben ik niet deskundig op. Dus daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Nee, ik kan alleen Laurent nog even geven om heel veel vragen hierover kunnen worden op een heldere manier beantwoord op het website kennisplatform.nl, waar heel veel informatie staat over alles rond elektromagnetische velden. En daar is onder andere RIVM, TNO, Agentschap Telecom, is daar de redactie van. En daar staan heel veel informatie over dit soort kwesties. Ik zal het ook nog zo even in de chat noemen. Even kijken, dan gaan we naar een vraag nog van Sandra Belkom. Zijn er al plannen voor 6G en blijven daarnaast 2G, 3G en 4G ook bestaan als 5G één keer beschikbaar is? Nou, zeker zijn er al plannen voor 6G. Dus nu zitten we inderdaad in het stadium dat we dus aan het kijken zijn, wat moet 6G gaan bieden ten opzichte van 5G? En dat is nu in een vrij vroeg stadium. Maar zeker inderdaad wordt er achter de schermen al aan 6G gewerkt.
En dat is ook wel nodig, omdat ook de ontwikkeling van 5G, het duurt gewoon lang tussen dus het ontwerpen van zo'n techniek en dat je bijvoorbeeld producten hebt die het ondersteunen. Dus je moet daar vroeg mee beginnen. En met 6G is dus inderdaad ook al begonnen. En dat is een tweede vraag die ik even kwijt ben. Ja, dat is wat gebeurt met het 2G, 3G en 4G netwerk als 5G hier in gebruik is? Ja, dat is wat je ook eerder zag bijvoorbeeld, dat 3G al heel snel eruit ging, hè, omdat 4G dat toen overnam. En dat 2G nog een tijdje bleef, bijvoorbeeld voor parkeermeters en zo, die daar nog gebruik van maakten. Maar ik verwacht dat effect ook wel gaat gebeuren met als we straks grootschalig 5G krijgen. Ja, dan moet er gewoon uiteindelijk een keuze gemaakt worden tussen die verschillende technieken. Je kunt niet alles tegelijk in leven houden. Dus ik verwacht zeker inderdaad dat bijvoorbeeld 4G ook wel minder gaat worden. Als 5G overal. Vraag. Ik weet niet of je noemde de opbrengst van de veiling van de frequenties. En Piet vraagt, waar gaat de opbrengst heen? Wordt die geïnvesteerd in de infrastructuur? Ik denk dat die in staatskas ingaat. En hoe dat vervolgens precies wordt besteed. Ja. Het is niet dat het... Nou ja, niet, in ieder geval niet in telecom infrastructuur. Dat wordt geïnvesteerd. Ja, dat komt in de staatskas. Dus van de staat is dat op de grote hoop. In de schatkist. Oké. Even kijken, ik moet even zien of ik, want we lopen anders te veel uit tijd. Ik zie hier nog een vraag van Nico van der Toren. Voor het bestuur van voertuigen is een zeer hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid noodzakelijk. Draadloze verbindingen worden opgegeven, beschikbaarheid naar tijd en plaats. Praktisch is dat vaak 95%, afhankelijk van de propagatie. Hoe ondervangt 5G het probleem om de beschikbaarheid binnen redelijke kosten op te lossen? Dus hoe 5G ervoor zorgt dat het extra betrouwbaar is? Dat het altijd aan is en altijd beschikbaar is. Dat is denk ik wat de vraag is. Ja, dat is dus ook door die optimalisaties van die core functionaliteiten. Dat je dus altijd die resources gereserveerd hebt. Door een betere modulatietechniek en door ook gewoon een digitaal netwerk. Dus als je inderdaad meer mast hebt, nou ja, is het makkelijker om daar garanties over af te geven. Oké, nou we doen nog even de laatste twee. Sandra Bellekom die vraagt nog van wanneer zijn de frequenties op tussen de quotejes? Want ik hoor alleen maar technische aspecten, maar wat kan ik er nu als gebruiker mee naar sneller internet? Ja, dat komt zo meteen. Je gaat Jos daar ik het over vertellen. Okay. Wat kan ik er mee? Dat, en frequenties en op, floor? Ja, het is nooit op. Het is, je gaat het herbesteden. Hè? Dus 700 MHz band, dat had ook eerst een andere toepassing binnen dus de digitale televisie. Nou ja, na een tijdje zeggen ze, nou ja, daar is niet zoveel gebruik meer, wordt niet zoveel gebruik meer van gemaakt. Dus dat gaan we nu inzetten voor 5G. Dus het is niet op, ja, na een tijdje is het wel op, maar dan kun je dus andere onderdelen die je misschien niet meer zoveel gebruikt, kun je opnieuw inzetten voor nieuwe toepassingen. Ja, ik ga het hierbij laten, want helaas, ik zie nog een paar vragen, maar we lopen toch te veel uit de tijd. En ik wil absoluut ook Jos Bredek nu het platform geven voor zijn presentatie en ook daar nog wat vragen over kunnen beantwoorden. Dankjewel, Floris. We gaan door met Jos Bredek. Jos is docent onderzoeker bij de Hanze Hogeschool. Hij heeft 15 jaar al daar gewerkt bij de opleiding HBO ICT, maar heeft daarvoor ook in het bedrijfsleven gewerkt bij Rabobank ICT, bij KPN en Atos Origin. Hij is naast docent ook onderzoeker bij New Business en ICT en werkt samen met studenten aan allerlei praktische toepassingen met IoT en 5G. Jos werkt bij de Hanze Hogeschool en ik was vergeten te noemen bij mijn introductie van de masterclass dat de Hanze Hogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en de Econoom Board Groningen samen deze masterclass verzorgen. Jos, de floor is yours. Ja, dankjewel Peter en ook dankjewel Floris. Ja, ik mag wat vertellen over de toepassingen met 5G. Ik zal even de slides erbij pakken. Even kijken. Is als het goed is. Deze. Nee, dit is niet goed. Opnieuw. Deze. Dit is beter. Ja, ik zal hem mezelf even vertellen. Ik ben inderdaad Jos Bredek, docent onderzoeker bij de Hanze Hogeschool, HBO ICT. En naast onderwijs, ik verzorg onderwijs voor jaren 2 en 4 van onze techniekopleiding. Mag ik me ook bezighouden als onderzoeker met 5G. En dat doe ik inderdaad samen met studenten. En dat doen we, hier een foto van mij trouwens. Dat doen we samen met studenten, maar natuurlijk ook met bedrijfsleven. Hier een foto van boer Dirk Geesink, student Niek Beukema en ikzelf.
Daar zie je eigenlijk onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven bij elkaar komen. En dat is een van de speerpunten van de Hanze. Dat is waar de Hanze graag aan wil werken. In dit geval, de student in het midden, Niek Beukema, heeft een klein device in zijn handen. Dat is de slimme aardappel, smart potato mag u het ook noemen. En ik wil iets over die slimme aardappel vertellen als een van de toepassingen. En daarnaast wil ik over iets over een slim vest vertellen, een andere toepassing. En als er nog tijd is, ook nog een beetje over augmented en virtual reality. Nou, Vos heeft het al gezegd, er zijn eigenlijk in de 5G-driehoek zijn er drie takken van sport, of drie speerpunten. En in dit geval heb ik het, de onderste twee cellen zijn net omgedraaid, maar ik wil het graag eerst hebben over die slimme aardappel. En dat is een voorbeeld van massive machine type communication. Dus veel apparaten die af en toe iets willen zenden. In deze hoek zitten we. Bovenin zijn Hans Mobile Broadband, is net al uitgelegd. En als derde dus ultra reliable communications. Eerst die massive machine type communication. De slimme aardappel. De slimme aardappel versie 2.0. Er is al een keer een eerdere versie variant geweest. Die maakt gebruik van een andere techniek. Maar de slimme aardappel versie 2.0 maakt gebruik van een techniek die hoort bij 4G. En ook daarmee 5G. Ik ga straks even vertellen hoe dat werkt. Dit is hoe groot die sensor is. Dit mag je rustig een IoT-device noemen. Je ziet hier in dit geval een component, een bordje met daarin het SIM-slot voor de 5G-connectiviteit. Een aantal sensoren en ook in dit geval twee externe sensoren, een temperatuurmeter en een vochtigheidsmeter. En wat gebeurt daarmee? Nou, die smart potato, die slimme aardappel, die gaat in de grond. Dus niet boven, nee, die gaat in de grond. En waar gaat die dan in? Die gaat in het bed waar de aardappels ook geplant worden. Dus eigenlijk zit hij hier in de rij waar u de planten ziet. En wat die smart potato doet, is af en toe, en dat is cruciaal, af en toe de temperatuur en ook de vochtigheid van de bodem meten. En daarmee kun je dus eigenlijk in kaart brengen in wat voor klimaat die aardappel zich bevindt tijdens het groeien. Dat is de eerste eis wat die slimme aardappel moet doen. De boer heeft in dit geval gezegd, ik wil dat eigenlijk om het uur gemeten hebben. Maar ik hoef het niet continu te weten. Ik wil het aan het eind van de dag, wil ik eindelijk die 24 metingen in één bundeltje ontvangen. Dus dat hoeft niet, wat ze noemen, real-time. Dat mag gewoon verzameld worden en na een dag moet het doorgegeven worden. Dan was er een andere eis, en dat is dit. Op een gegeven moment worden die aardappels natuurlijk gerooid. Nou, voor de mensen die een beetje thuis zijn, hier zijn de aardappels geklapt, zoals dat noemen. Dit gaat om pootaardappelen. Het gaat niet om eetaardappelen, het gaat om pootaardappelen. En die pootaardappelen die worden volgend jaar verkocht. En een kwaliteitsparameter is hoe erg die aardappel beschadigd is. Nou, en bij het rooien krijg je versnellingen in de X, Y en Z richting. En die versnellingen zijn eigenlijk ongewenst. En als je weet hoe die versnellingen zijn, dan kan je er misschien iets aan doen. Of in ieder geval, je kent ze. Dat was de tweede eis. Dus, en tijdens dat rooien moet je eigenlijk goed in beeld brengen om de seconde hoe erg de versnelling is en daarmee eigenlijk hoe erg de schok is die is opgetreden. En als laatste wilde de boer in de opslag, je ziet hier weer die pootaardappels in opslag in grote kubuspisten, wilde die de zuurstofgehalte en de CO2-gehalte van de kist weten, want dat geeft ook informatie over hoe goed de kwaliteit van het bewaarproces is. Allemaal dus om een mooie, goede aardappel af te leveren uiteindelijk. Allemaal om de kwaliteit van die aardappel goed te houden. En dat betekent dus eigenlijk gewoon uiteindelijk geld. Daarbij was de eis, het moet een zelfstandig, gewoon een device zijn wat je in je hand kunt houden. Dus een apparaatje wat je in je hand kunt houden. En op één acculading, en een acculading is in dit geval zoals uw mobiele telefoon, dus ongeveer 3000 mAh, moet die 1 jaar meegaan. De hele cyclus van begin in het aardappelbed tot het eind in de kist, dat moet hij volledig kunnen monitoren. Dat was de op één acculading. Nou, om zoiets te doen heb je eigenlijk een paar componenten nodig. Die slimme aardappel, als je die goed bekijkt, er zitten eigenlijk een aantal componenten in. De sensoren. En sensoren kun je heel goedkoop kijken, heel duur, heel zuinig en ook heel erg verbruikend. Dus dat is een wereld op zich, maar sensoren is deel 1. En dan, om die sensoren uit te lezen, heb je een CPU nodig. En dat is dat betekent Central Processing Unit. En die CPU die vraagt af en toe aan zijn sensor,
noemen je waarde. En die doet er gewoon mee, die onthoudt hem en die gaat hem later doorsturen. U kunt eigenlijk de CPU vergelijken met de dirigent van een orkest. De CPU leest de meters uit en stuurt vervolgens een ander onderdeel aan om de gegevens te versturen. En dit is allemaal accu gebaseerd, dus op één accu. Nou, dat betekent dat je een beetje zuinig moet doen met de stroom die je verbruikt. Nou, een van de methoden die daarvoor is, is een speciale techniek in 4 en 5G, want dat ga ik straks toelichten, dat is Narrowband IoT. Dat is een toepassing van 4 en 5G die specifiek mikt op af en toe een berichtje sturen. Eigen telefoon is continu verbonden met het netwerk. Bij Narrowband IoT is dat niet zo. De verbinding wordt af en toe in slaapmode gezet. En daarom ook dit paadje. Je kunt Narrowband IoT, die techniek, vergelijken met een kat. Je kunt ook zeggen met een leeuw of met een katachtige. Een leeuw die ligt de grootste gedeelte van de dag te slapen. En als hij een keer een prooi nodig heeft, dan wordt hij actief en daarna gaat hij weer slapen. Dus Narrowband IoT ondersteunt heel mooi dat slapen en niet actief zijn. En als je wel actief wilt worden, heb je heel snel de verbinding met de mast terug. Nou, hier had ik al over, is het nou 4G of 5G? Nou, die is eigenlijk een beetje een onzin discussie. Het zit zowel in 4 als 5. Het blijft dus bestaan. Achter de schermen, we hebben het over 4 of 5G, maar achter de schermen is de nummering veel fijnmaziger. Gaat het over 13, 14 en 15. De overstap naar 5G is niet in ernstig. Dat gaat in kleine incrementaties. En Narrowband IoT zorgt daarvoor. Nou, over dat slapen gesproken, hier ziet u een technische slide van hoe Narrowband IoT werkt. Op de verticale as staat het energieverbruik. En op de horizontale as tijd. En dan zie je dat daar in twee verschillende modus, vergeet die namen onmiddellijk, PSM en EDRX, vergeet die namen. Maar hier ziet u het slaap en uitgaan van de verbinding. En daarmee kun je energie besparen. Nou, dan specifiek, hoe zit het in de slimme aardappel? Wordt dus Narrowband IoT gebruikt in de zogenaamde power save mode af en toe zenden. De CPU is intelligent genoeg om zichzelf ook in slaap te sussen. En aan de hand van het klokje dat erin zit, wordt je af en toe wakker. En de sensoren staan standaard uit. Alleen als ze even moeten meten, worden ze aangeactiveerd. En de versnellingsmeter die staat standby, omdat je gewoon niet weet wanneer er gerooid gaat worden. Dus het staat standby. Dit hele verhaal moet leiden tot een accuduur van een standaard telefoonaccu van in totaal 1 jaar. Nou, we hebben testen gedaan en uiteindelijk kwamen we uit op 27 jaar met één van dat accu. Nu zeg ik niet dat accu 27 jaar meegaan, dat is iets anders. Maar de energieconsumptie, daarmee zou je dus met een standaard telefoonaccu 27 jaar toe kunnen. In dit scenario. En de belangrijkste parameter is eigenlijk hoe vaak zend je per dag. Zenden is duur. Meten niet, zenden is duur. En dan zie je als die boer zou zeggen, ja, maar ik wil elke uur een update hebben. Omdat dat belangrijk is voor mijn bedrijfsvoering. Dan zakt de levensduur van de accu naar 1 jaar. Meer dan genoeg dus. Nou, hoor ik denken, wat kan ik hier nou mee? Want ik heb helemaal geen aardappelland en ik verbouw geen aardappels. Behalve dan dat ik ze, ik heet ze alleen maar op. Nou, stel je voor, u heeft zo'n huis en daar heeft u een vide en bovenin wilt u op die moeilijk bereikbare plaats wilt u toch echt graag een brandmelder. En die wilt u bijvoorbeeld ook met wifi voorzien. Want die slimme brandmelder die moet iets doen. Nou, dat is nou een typische locatie waar je kunt zeggen, ik neem geen wifi, ik neem 5G of 4G, in ieder geval Narrowband IoT. Het device communiceert met een simmetje af en toe naar de centrale toe, of bijvoorbeeld bij paniek. Hè, als de temperatuur omhoog loopt, dan stuurt hij berichtje weg. En voor de rest is hij slapende. U hangt hem in de vide en hoeft de 10 jaar niet meer om te kijken. En dat geldt natuurlijk ook voor dingen als temperatuur of andere waarden die je wilt meten. Dus u kunt uw huis eigenlijk ook op moeilijk bereikbare plaatsen voorzien van meters, zonder dat u daar verder nog omkijken naar heeft. Nog een voordeel van 5G is trouwens, mocht er bij uw brand uitbreken, bij die brandmelder, en mocht bijvoorbeeld de stroom eraf vliegen, om wat voor reden dan ook, dan heeft u geen wifi meer. 5G draait door. Een andere toepassing, kwam laatst voorbij in een brainstorm. Misschien heeft u dit wel gezien, dit is een weiland met een paar koeien erin, en die koeien die drinken uit zo'n bak die ze met hun snoet zelf moeten bedienen. In dit geval ziet u dat er een pasje achter ligt, maar stel je voor dat vanwege wat ook die plas, of misschien ook wel eens een put, dat die droog valt. Dat betekent dat die koeien niet meer kunnen water drinken.
Nou, je zou hier een sensor in kunnen plakken die elk uur meet of er nog water in dat onderste punt zit. En als dat zich herhaalt over 3-4 uur, dan zou ik je zeggen, het is niet goed, ik stuur een berichtje weg, er moet naar die waterbak gekeken worden. Nou, nu een andere tak van sport. Dit was de eerste toepassing. Nu gaan we over naar een andere tak van sport. En daarvoor wil ik toch een heel klein beetje college geven. U weet dat ik docent ben en kan het niet laten om dan toch een beetje te onderwijzen. Het is deels herhaling trouwens wat Floris heeft gezegd. Dus ik geef u maar beperkte bedenktijd. Ik wil naar die Enhanced Mobile Broadband. En dat woord snelheid wil ik het eigenlijk over hebben. Snelheid is eigenlijk een moeilijk begrip. Want wat is nou precies snelheid? Ik scheid het zelf liever in mijn colleges in twee woorden. In capaciteit en in latency, vertraging. Ik geef u een voorbeeld. Mag u, stel, we gaan naar die Enhanced Mobile Broadband, sorry. En we kijken naar capaciteit. Wat u normaal gesproken waarschijnlijk snelheid noemt. Ik wil naar capaciteit. We zien hier de A28. In dit geval bij de omgeving volgens mij van Hogeveen. Afslag Fluitenberg. En stel, u bent wegbeheerder en u krijgt van de provincie de opdracht. Ja, de capaciteit, dus het aantal voertuigen per uur, moet hier omhoog. Wat voor twee oplossingen kunt u bedenken? U krijgt 10 seconden voor, u heeft geen antwoord te geven, maar denk voor uzelf na 10 seconden. Hoe krijg je de capaciteit omhoog? Dus de ambitie is, de capaciteit moet omhoog. Nou, er zijn er twee oplossingsrichtingen. 1, dat is de maximum snelheid eraf halen. Volgens mij genoeg mensen die dat een top idee zouden vinden om zowel van de 100 als de 130 af te gaan. Maar des te hoger de snelheid, des te meer verkeer kan er doorheen. Maar, hoe gaat het in de elektromagnetische wereld met golven, met elektromagnetische golven? Daar zitten we gewoon aan de limiet van de lichtsnelheid. En elektromagnetische golven, afhankelijk van het medium waar ze zich in bevinden, hebben een bepaalde snelheid. En daar kunnen we met z'n allen niet boven gaan. Of we moeten Einstein ontslaan. Of een ander universum opzoeken. Maar de lichtsnelheid is de limiterende factor. En dus elektromagnetische golven, zoals op 3,5 gigahertz, die gaan met ongeveer de lichtsnelheid of een factor daarvan. Hier kunnen we helemaal niets aan doen. Dus dit is niet een valide oplossingsrichting. De tweede is, en Floris heeft het al gezegd, is gewoon het aantal banen vergroten. We maken meer capaciteit door meer banen te maken. En niet een paar banen erbij, nee, een heleboel banen erbij. Dit is precies wat er gebeurt met die 3,5 gigahertz band, waar Floris het ook over had. Ja, de 3,5 gigahertz band die biedt veel capaciteit doordat hij heel veel banen naast elkaar biedt. Nou, die wordt pas, zoals Floris al zei, die wordt pas in 2022 geveild. Nog een klein beetje college. Ik kijk even naar de tijd. Dan is dat die andere tak van sport, ultra reliable. Nou, dat heeft Floris gezegd, er zijn heel veel masten, daar krijg je mee hoge beschikbaarheid van. Maar hoe krijg je nou lage latency? Nou, moet even woord kijken naar latency, ik heb het opgezocht. Dat is hoe lang het duurt om gemiddeld van iets een antwoord te krijgen. Volgens mijn dochter heb ik een abnormale hoge latency als zij vragen aan mij stelt. Dat duurt allemaal veel te lang. Je kunt het ook zien als vertraging. En ja, hoe kom je aan een kleine vertraging? Nou, dan gaan we toch even terug naar dat wegbeeld. Hier ziet u de route die ik pre-corona en nu af en toe moet rijden met de auto. Van Gieten in dit geval naar de Hans Hogeschool. Ik woon in Gieten. En dan wordt die tijd die ik erover doe, wordt bepaald door welke snelheid mag ik rijden. Nou, daar hebben we het al over gehad. Oh, ik doe er trouwens 32 minuten over. Snelste route, normale verkeersdrukte. En natuurlijk, dat duurt 32 minuten heen. En ook weer 32 minuten terug. Dus de latency van deze rit is 64 minuten. Waar wordt het nou door bepaald? Nou, ten eerste natuurlijk door het druk is. Maar eigenlijk betekent dat gewoon een lagere snelheid. En die snelheid, dat hebben we al gezien, dat is een gegeven. Daar kun je niet zoveel aan doen. Dus snelheid is niet een methode om latency te verkorten. Maar wat dan wel? Nou, latency wordt ook veroorzaakt door dit. Dat zijn kruispunten. In dit geval ziet u de rotonde bij Gieten, dus helemaal herontworpen. Hè. In de jaren 5 klaar volgens mij, wordt alweer gedacht over een volgende herontwerp. Maar dit is het kruispunt, en deze is misschien nog wel veel beruchter, vanaf de noordkant gefotografeerd, het Julianaplein. Heeft ook een enorme vertraging. En dit soort kruispunten zorgen voor vertraging. Naast maximum snelheid. Nou,
als we dan aan die latency iets willen doen, dan moeten we kennelijk iets aan het aantal kruispunten doen. Ik geef je nog een voorbeeld. Deze pagina kennen we denk ik allemaal. Hoeveel kruispunten is het vanaf mijn computer thuis hier ingieten naar de Google pagina toe? Nou, dat kan je in kaart brengen. Ik zal die laten zien. Dit is een technisch toeltje, gewoon op Windows. 11 kruispunten voordat ik bij Google ben. Daar zou je misschien aan de kant kunnen doen. Ik heb het hier nog een keer. Dit is de huidige situatie zoals het nu is. We hebben een laptop, een telefoon of een auto. Die is verbonden met een mast met een provider network. Transport en core. En die is verbonden aan internet. En daar vinden wij die pagina van Google. Nou, die pagina van Google, daar naartoe kost dus 11 stappen. En 11 keer betekent dat vertraging. En dan kan je zeggen, ja, maar ik werk in de cloud, of we hebben een bedrijf, we zijn een bedrijfscomputer, dat is allemaal dichterbij. U moet altijd door het bedrijfsnetwerk heen, of het providernetwerk heen. En dat zijn een aantal stappen die ertoe doen. Dan is er zijn de, ook de oplossing eigenlijk heel makkelijk. Als je die latency wil verkleinen, wat gaan we dan doen? Dan gaan we zorgen dat we, ik moet nog even uitleggen. De wolkjes zijn computernetwerken en dit heb ik als symbool gebruikt voor computer. Capaciteit voor rekenkracht. En die pagina van Google die moet gemaakt worden. En dat doet een computer. En die staat dus een eindje verderop. Maar wat nou als we die computer gewoon bij de providermast zetten? Dus onderaan in het huisje of vlak daarbij. Dan is het aantal stappen nog maar 2 of 3. Nou, dit is wat ze noemen edge computing. En dit zit in 5G. En ik hoor u zeggen, waarom zat dat nog niet in 4G? Dat is heel makkelijk, omdat het namelijk een hele moeilijke techniek is. Dit lijkt heel makkelijk om daar rekenkracht neer te zetten bij het huisje, of onderaan de mast. Maar wat nou als die auto gaat rijden? Dat betekent dat die rekenkracht, terwijl de auto van de ene mast naar de andere mast hopt, die rekenkracht, of dat rekenpakket, moet ook mee verhuizen. En dat is een hell of a job. Daarom is edge computing nog niet in 4G, maar het komt wel in 5G. En dat is heel mooi, want dat biedt mij de opening naar iets nieuws, wat kunnen we dan met die combinatie van en veel en snel? Dat is een voorbeeld, is het slimme vest. Het is hier waarschijnlijk niet omgegaan. Hulpverleners de laatste tijd steeds vaker worden lastiggevallen. Ik heb 2 artikelen gevonden, maar ik had er veel meer kunnen vinden. Hulpverleners worden lastiggevallen. En dat vinden mensen allen heel vervelend, maar het is wel de praktijk van vandaag de dag. En het neemt over de hele linie toe. Nou, we hebben een 5G student battle en het studententeam heeft daar een gedeeltelijke oplossing voor bedacht. En hoe ziet dat er dan uit? Stel een diender, en hier ziet u de strip gemaakt door Becca Slob, dankjewel Becca daar nog voor. Hier zie je een diender, in dit geval, die vanaf de achterzijde een politieagent benadert. Die politieagent die draagt een vest en in dat vest zit aan de achterzijde een camera. En die camera doet niks anders. Samen met iets in 5G, scannen naar wapens. En dan moet je denken aan messen, aan scharen, aan automatisch, semi-automatisch pistolen. Alles wat je als gevaarlijk zou kunnen identificeren. Dus dit is de situatie. De politieagent wordt van achteren lastig gevallen, in dit geval door deze meneer. Dan moet er ergens iets gebeuren in het 5G-netwerk. En vervolgens wordt de dienstdoende agent wordt gewaarschuwd met een trilling. En kan zich daarom omdraaien en kan misschien de vervelende situatie in de kiem smoren, of in ieder geval een signaal geven dat hij weet dat er dreiging is. En daarmee hoop je eigenlijk dat dienstverleners ook wat makkelijk bestaan hebben. Het zijn ogen op de rug, meer is het niet. Nou, om dat te doen, heeft dat slimme vest een aantal eigenschappen. Het heeft namelijk beperkingen. Dat vest, zit maar weinig ruimte in, dus je kunt er geen laptop in steken die het helemaal doet voor je. Dat lukt niet. Je hebt maar een beperkte accu en ook maar weinig rekenkracht. Maar wacht eens even, we hebben rekenkracht onderaan de mast. Die dan niet aanboren. Nou, dat is precies waar het om gaat. De eisen die de politie stelt is, moet de herkenning van wapens doen. En er moet snel beslist worden. Moet snel na de dreiging van een mes of een pistool, moet er een alarm afgaan, in dit geval in de vorm van trillingen op het vest. Nou, hoe snel? Dit is dus de keten zoals je die kunt zien. Hoe snel moet dat gebeuren? Dat moet binnen 1 seconde. Dat is die de politie heeft. En in die 1 seconde moet dus het beeld naar de mast toe, naar de computer. Hier ga ik straks iets meer over vertellen. En als de gevaar wordt geconstateerd, dan moet het signaal terug naar
tak. Dit betekent trouwens voor het neut onder ons veel uploadcapaciteit nodig, weinig downloadcapaciteit. Hoe identificeer je nou een mes? Nou, dat is een wereld aan zich. Dat gaat met artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. En dan heb je algoritmes voor die dat kunnen doen. Maar die vragen wel de nodige rekenkracht. Dus die computer die daar staat, onderaan die mast, die moet krachtig zijn. En ik kan het u laten zien. Ik kan u laten zien hoe mes in dit geval herkend wordt. Ik hoop dat ik nog in mijn tijd blijf, meneer de voorzitter. Oké. Okay. Screen 2. Daar gaan we. Is dit in beeld? Ja. Hier zie je een student die werkt aan een algoritme dat dus het mes herkent. Je ziet, de computer zegt, ik zie een knife. En die geeft ook een percentage aan hoe goed hij het herkent. Van 90% tot 73% zag ik net voorbij komen. Dit is wat dus nu kan. En u zegt, is dit al 5G? Nee, dit is allemaal lokaal, zoals we het noemen. Een klein computertje die in het vest komt. Een zware gamingcomputer van de student in dit geval. En een bekabeld netwerk ertussen. Oké? Ben je erbij nou, Peter? 1 seconde. Dan kun je zeggen, ja, maar oké, dat is wel heel specifiek voor de politie. Wat kan ik ermee? Nou, er zijn veel meer toepassingen. Hier zie je een tabel. Er zijn veel meer slimme toepassingen die eigenlijk die hoge capaciteit en die snelle beslissingen, bijvoorbeeld onderaan in de mast, nodig hebben. Slim vest heb ik u laten zien. Maar voor de self-driving auto's is rekenkracht onderaan de mast ook interessant. Het rempedaal indrukken na een gevaarlijke situatie, daarvan is nu nog de eis 3/4 seconde. Ik ga ervan uit dat het nog verscherpt wordt. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een slimme drone die zelf kan vliegen, dan gaat de latency nog verder naar beneden. Dan moeten we in 200 milliseconden klaar zijn. En als laatste voorbeeld, er wordt gewerkt aan een ADAP-robot die zichzelf navigeert over een ADAP-terrein heen. Ook daarvoor zou je compute power onder in de mast kunnen gebruiken. En ook daar is de latency ongeveer een seconde. Ik heb nu 2 voorbeelden laten zien waarbij enhanced mobile broadband, dus die hele grote capaciteit en ook die korte beslissingstijd van noodzaak is. Er zijn er veel meer. Deze driehoek heeft voorschap, laten we het niet laten zien. Dit is eigenlijk de driehoek van 5G. Ik heb u dit versteld, self-driving car. Slim vest zit hier dus ook. En er is nog een andere tak van sport, augmented reality. Maar misschien moeten we die maar bewaren, meneer de voorzitter, voor de volgende keer. Lijkt goed, Jos, want we zitten echt aan het eind van onze masterclass. Volgens mij heb je nog best veel meer mooie verhalen en mooie voorbeelden toe te lichten, maar dat doen we dan inderdaad een andere keer. Ook mooi om te zien dat je docent bent en dat straal je ook uit in de manier hoe je het verhaal vertelt. En ik was in ieder geval een van de mensen die aan je lippen hing, dus dank daarvoor. Ik wil de vragen die nog openstaan gaan beantwoorden. Eerst even aandacht vragen voor een student, Wouter Hooyer. Die zal zo in de chat even een linkje opnemen naar een enquête die hij doet. En die enquête doet hij omdat hij een film gaat maken over de proeftuin 5G. En hij wil heel graag van jullie wat tips over welke onderwerpen jullie in zo'n film terug zouden willen zien. Dus let even op de chat, zodat Wouter Hooyer ook geholpen kan worden om wat richting te vinden over zijn afstudeeropdracht. Het maken van een mooie film over de 5G proeftuin. Dan heb ik nog een paar vragen, Jos, die we misschien even staccato kunnen beantwoorden. En die gaan vooral over de slimme aardappel. Die komen van Sander Telecom. Hoe wordt een aardappel weer uit de grond gehaald? En hoeveel heb je er nodig per vierkante meter? Die laatste vraag is natuurlijk aan de boer. Hè? Hoeveel dekking wil hij eigenlijk in zijn perceel? Als ik me goed herinner, is het ongeveer 2 à 3 per hectare. Dat is genoeg. En hij weet natuurlijk de sweet spots van zijn perceel, kent hij. Hè? Dus waar hij op wil letten. Dus ik denk dat je aan dat soort aantallen moet denken. Dus niet bij eentje. Laten we daar eens op houden. Kan ik de presentatie uitzetten? Wie vraagt dat? Ja, dat heb ik gedaan. Heb ik de presentatie nog aan? Sorry. Ja, we zien nog, we zien nog onszelf klein in jouw beeld. Herhaal nog even de vraag. Hoe gaan die aardappels weer uit de grond? Ja, die worden dus gerooid. Hè? Dus op dit moment door een startende studentenbedrijf gewerkt aan ook een goede keten.
waarbij en waar die bij opvallend is. En kan hij bijvoorbeeld bij het sorteren, kan je hem eruit halen. Dan kan hij niet in de kist. Maar je zou bijvoorbeeld bij het sorteren hem er automatisch uit, niet automatisch, met de hand uit kunnen halen. Dus, die aardappels worden via een transportbaar in die kist gedaan. En op dat moment springt hij er door zo'n oranje kleur bijvoorbeeld uit. En dan kun je hem oogsten, zou je kunnen zeggen. Dan kan er een nieuw batterijtje en dan kan het volgende jaar weer mee. Oké, nou de laatste vraag, Jos, en dan gaan we afronden, want het is 5 uur. Is het ook, Jelle vraagt, is de slaapmodus voor zo'n sensor met wifi niet mogelijk? Voor zover ik weet heeft wifi geen ondersteuning voor sleepmodus. Wel voor lage bandbreedtes, hè, dat je dynamisch kunt afschalen en zo. Bijvoorbeeld bij slechte omstandigheden, maar wifi heeft een continue verbinding. Oké. Dan wil ik eigenlijk jou nogmaals hartelijk danken, Jos, voor jouw mooie presentatie. En ook nog even Floris, beide sprekers, hartelijk dank en een virtueel applaus van ons publiek. Ik wil nog even eindigen met 2 huishoudelijke mededelingen. De link naar de enquête van Wouter staat nu in de chat. Dus maak daar nog even gebruik van en help Wouter nog even om maximale content voor zijn film te vinden. En het tweede is dat de volgende masterclass, 5G masterclass, is gepland op 18 mei. En dan gaan we het hebben over 5G in de leefomgeving. Publiek, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En hopelijk zien we jullie en elkaar weer terug in de volgende masterclass. Nogmaals dank en tot gauw.